Leden van de Vereniging Rechtspositie Militairen, VRM, hebben vandaag samen met de leden van de Surinaamse Politiebond, SPB, hun beklag gedaan voor de Nationale Assemblée. De algemene ledenvergadering van de SPB, die al 4 dagen voor het parlement werd gehouden, is tot nader order geschorst. VRM-voorzitter Rodney Cairo diende een petitie in bij het kabinet van de president met daarin opgenomen een wensenpakket. De bond eist onder andere een verhoging van 150%. We willen geen jugu-jugu, we willen geen chaos met niemand in dit land. Einde van de rit zijn we allemaal Surinamers. Wanneer er iets gaande is, gaan we allemaal moeten opkomen. Voor Suriname, ongeacht wie dan is. We allemaal gaan moeten opkomen voor dit mooie land. Om het tot een mooier land te maken. Ik ben hier namens de leden van de bond. Ik heb niet iedereen meegenomen. Ik heb met de mannen gesproken dat ik met een groep kom. En dat ze kunnen zien, getuigen kunnen zijn. Dat ik de stukken overhandel. Nadat de stukken zijn overhandigd, dan vraag ik u met alle respect, met veel beleefdheid, dat de president ons binnen no time zal ontvangen. Omdat de noden binnen het Nationaal Leger, het probleem is niet bij die bevelhebber, ik benadruk het niet bij die bevelhebber, ook niet bij die minister. De minister heeft ons uitgelegd, het is niet haar mandaat om over te gaan tot een verhoging voor iedereen die valt onder de defensieorganisatie. Cairo zegt te begrijpen dat niet alle eisen direct kunnen worden ingewilligd. De VRM heeft gesteld dat zij voor 25 november schot in de zaak wil hebben. Zaken moeten bij mondjesmaat opgelost worden in overleg met de staat. SPB-voorzitter Milando Atompay maakte bekend dat de politiebond bereid is ondersteuning te bieden aan de VRM. Vanuit de politiebond hebben we de expertise. Als er zaken zijn, als we moeten helpen, waar dan ook, zijn we bereid. Maar wat men in het verleden heeft gedaan om de militairen tegen de politie op te zetten, is gevaarlijk. En dat gaan wij niet meer doen. Dat gaan we niet meer doen. 20 mei 2021 was ik hier en ik zag mijn militaire broeders die daar tegenover me stonden. En dat is onkan. Vandaag hebben ze het weer geprobeerd om bepaalde eenheden van de politie op te roepen om tegen de militairen hier te staan, omdat de militairen hier zouden zijn. En ik heb gezegd, u kunt niet tegen uw broer staan. We kunnen niet tegen elkaar staan. Omdat wat u wilt is een menselijk bestaan, dat wilt u hebben, u wilt leven. De politiebond protesteerde de afgelopen dagen vanwege het ontslag van politietoppers Raoul Hellings en Sergio Gentel. En eist het terugdraaien van het besluit door de president. De militaire vakvereniging eist onder andere loonsverhoging en verbetering van de rechtspositionele aangelegenheden van het totaalpersoneel bij Defensie.